shit, man! Don't you know I'm loco? Pas aan mijn mama's, het is je boy QC en welkom alweer bij een nieuwe Fortnite video. En jongens, ik zeg jullie eerlijk, laatste tijd heb ik weinig geüpload. Door de drukte, afgelopen week had ik best wel tijd. Alleen ben ik gewoon Fortnite veel gaan spelen zonder opnames. Om gewoon mijn skills weer vooruit te krijgen. Ik merk gewoon sinds die zomertour en sinds dat ik weinig speelde. Ik was niet al de beste, maar mijn skills gingen echt achteruit. Ik vond niet meer dat ik zo goed speelde zoals ik eerst speelde. En het ging steeds beter. En de laatste week heb ik gewoon heel veel gespeeld zonder opnames. Heel de tijd als ik eventjes tijd had tussendoor. Spelen. En jongens... Ik kan wel zeggen, mijn skills zijn weer omhoog gegaan. Ik weet niet of ik het kan laten zien in deze game. Dat ga ik voor jullie een verrassing houden. Maar ik kan wel zeggen, de aim wordt beter. Bouwen moet nog wel wat beter. Vooral als ik een battle heb tegen iemand die bouwt. Maar in ieder geval, jongens. Ik kan het wel allemaal uit gaan leggen. Ik zou zeggen, kijk gewoon de video, man. Dus geniet ervan. Let's get it! Yes, jongens. Zoals jullie zien, we vliegen door de lucht. En we gaan gelijk naar Fatal Fields. Jawel, papa. Jawel. We gaan dit keer niet naar 50 Shafts. Nee. Jij dacht, het is ook eens leuk als we anderen... Stadje gaan aanpakken en daar ook de burgemeester worden. En Fatal Fields zit er al lang in. En ik vraag me af of die bij de volgende update eruit gaat zijn. Daar komen wel verdomd veel mensen hier naartoe, zeg. Oh, lekker. Dank u, steen. Oh, dit is wel lekker. Alleen weer kogels. Is er nog een shotty of iets in de aanbieding? Nee. Ook wel een kistje. Alsjeblieft, geef iets heavies. We zijn wel 200 AP, jongens. Dat is wel flex. Beetje hakken. Oh, wil jij lekker daar blijven zitten, jongen? Nee, dat wil jij toch niet? Dat wil jij toch niet, deze beef? Maar ik heb ook een shot die, ik weet het zeker. Nu komen ze sandwichen. Nog 9 kogels, ik moet ze heel goed gebruiken. Oh, dank u. Dank u voor hem killen. Hij wil mij raken, hij wil mij raken. Zullen we even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Oh jongens. We hebben een shot hier. Ja, dit ga je niet overleven, pik.
slapen, papa. Jawel, heel mooi dutje. Dat is een hele mooie dutje. Geduld is een schone zaak. Alleen, mijn leven is wel zwak. Ik weet, jongens, mijn wapenarsenaal ziet er nu niet uit. Maar daar gaan we verandering in brengen. Deze twee kunnen sowieso weg. Heeft niemand even bandages daar zo? Als ik door blijf rennen, ga ik het redden. Ik denk dat ik het net ga redden. Oh jongens, ik heb echt bandages nodig. Bam, die slaapt ook. Die heeft niks achtergelaten. Alle procentjes helpen. Weet er iets dan niets. Hopelijk valt hij dood. Hij heeft gewoon overleefd. En nu weet ook waar ik ben. Moeten we elke keer rennen voor die teringstorm, hoor. Ook slapen! Ik ben het toch helemaal zat. Oh shit! Nee! Nee! Als ik mezelf daar kon healen, was alles zo lekker gegaan! Ja, lekker, zit elkaar dood, man, joh! Gadverdamme, man! Gadver! Hou op mijn pijn! Oh man! Ik moet mezelf ook gelijk omhoog bouwen. Ik dacht even dat ik rust had. Maar dat was niet het geval. Yes jongens, daar vliegen we weer. En we gaan nu naar Tomato Town. Hoe het nu ook heet. Die pakken we zo wel. Bam, gelijk slapen. Niks te maken met jou, papa. Hij was toch niet de enige hier, denk ik. Ik zit nog hieronder, joh. Oh, lekker hoor. Oh, overal kistjes hier, jongens. Weet je wat is? Deze nemen we gewoon gelijk in. Het is wel een risico wat ik ga doen. Maar
Nou, hou het gewoon goed in de gaten. Oh. Dat duurde 15 seconden opeens lang. Zo, jongens, is dat even helemaal zo, man. Ik krijg een spastische beweging hier zo. Zeg je eerlijk, man. Mijn muis ging niet verder van die muis, man. Maar in ieder geval, die hebben we ook dood. Die slaapt ook. Om het maar eventjes duidelijk te hebben. Dan laten we de tomatoetoon lekker gaan achterlaten. En we gaan onderweg naar de cirkel. Oh, we zijn er al bijna. Oh nee, hebben we zo eentje. Shit, man! Ik kan toch helemaal niks zo! Oh jongens, jongens toch, man. Hier word ik toch giftig van. Er zit mijn koptelefoon weer door het midden. Altijd gelijk agressie met die. Met die. Oh, jongens, jongens, man. Nou, jongens, dan maar weer terug naar Shifty Shafts. Shame in nature, man. Let's get it, man. Daar ligt een vijfde bos. Slapen! Helemaal geen zin meer om te praten. Helemaal geen zin meer.
Jij ook, Dagga. Jij ook. Reactievermogen, papa. Reactievermogen. Ik heb toch liever deze. Ik hou niet echt van deze, man. Burgemeester van Shifty. Jullie zien het. Ik ben er nog steeds. Die hebben we in ieder geval ook. Alles is al geloot hier, man. Gadverdamme. Nergens meer een potions. Waar net om in potions hier? Natuurlijk alles opgedronken door die teringleiders. Dan maar zo. Wat is dat iemand? Yes jongens, zoals jullie zagen, dat was het einde. Ik heb hem net geëdit en ja, ik heb normaal neem ik gelijk mijn einde op met het laatste potje. Maar jongens, ik was gisteren zo geïrriteerd dat ik gewoon de camera heb uitgezet. Het opnameprogramma heb ik uitgezet en ik ben gaan slapen. En toen werd ik wakker en toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon editen. Alleen moest ik nog even een einde eraan breiden. En dat ga ik nu doen. En ja jongens, ik baal gewoon omdat ik zoveel aan het trainen ben. En ik zeg jullie eerlijk, als jullie gewoon goed kijken, ik speel niet eens zo slecht. Alleen ga ik soms dood nog op lullige momenten. En vooral het bouwen. Het bouwen moet gewoon beter. Het bouwen moet... Je weet toch... Ik bescherm mezelf wel met bouwen, maar het gaat gewoon meer erom dat in een bouwbattle heb ik soms nog moeite. Soms gaat het lekker en ik zeg jullie eerlijk, ik bouw ook gewoon omdat offline, zonder camera, heb ik zoveel gekke kills gemaakt. Echt kills waarvan je dacht van zo, dit is best wel pro voor QC's zijnde, zeg maar. En dat kan ik dan nu niet laten zien, maar hey, dat maakt niet uit. We gaan nog steeds gewoon door. Seizoen 6 komt eraan. Daar wil ik volledig gaan knallen. Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En tot de volgende, man. Dan zijn we in seizoen 6. Jawel, ska!